allemaal, ik ga jullie vandaag laten zien wat er allemaal in mijn Loombo zit. Ik heb deze doos bij de Fixit voor €7,50 gekocht. Je kan hem heel makkelijk openmaken en dicht doen. En er zit een handvat aan, zodat je hem overal mee naartoe kan nemen. Als ik hem open doe, dan zie je hier een groot vak waar je je loom in kan doen. Je haaknaalden kun je er ook in doen. En allemaal kleinere vakjes voor je elastiekjes. Grotere vakjes voor de elastiekjes die je meer hebt. En ik had nog een groot vakje over. En dan heb ik deze mini looms, monstertail en haaknaalden in gedaan. En dit is eigenlijk ook gewoon voor de elastiekjes. Maar daar heb ik mijn S&C clips in gedaan. Ik begin bij mijn loom. Dit is de originele Rainbow Loom. Die kan je verstellen. En dat doe je met je plastic of je ijzeren haaknaald. Doe je zo. Oké, nu begin ik met mijn haaknaalden. Deze heb ik, dus plastic. Die krijg je bij de Monstertail en bij de loom. Of als je een nieuwe loom hebt, dan krijg je een plastic met een ijzeren haakje. Ik heb deze. Dit is een hele kleine, die heeft een kleine haak. Maar die is heel fijn voor kleine dingen om te haken. Ik heb er een handvat bij gemaakt, dat vind ik fijn. Ik was overal aan het zoeken voor een ijzeren haaknaald van Rainbow Loom. Op de meeste sites was die uitverkocht. Dus toen was ik maar gaan kijken of ik hem ergens anders in een winkel kon kopen. En toen was ik een keer ergens aan het kijken. En toen kwam ik langs de Bruna. Toen zag ik daar loomelastiekjes. Was ik even kijken of dat leuke waren. En toen zag ik opeens deze. En toen had ik die gekocht voor €6,90. Dus die is heel fijn. En deze heb ik bij een winkel gekocht van breien en zo. En die heeft ook een best wel grote haak. En een fijn handvat. Die had ik voordat ik deze had. Hier zit mijn monstertail in. Die heb ik gekocht in de Intertoys. Voor €10. En die is heel fijn om bijvoorbeeld zulke armbanden te maken. Of een stuiterbal. Ik heb 3 mini looms. Die heb ik bij de ijzeren gekregen. Die krijg je bij de loom. En je krijgt er nog eentje bij de monstertail. Alleen die haaknaald is gebroken. Dus deze hoort daarbij. Ik heb heel veel van die kleine haaknaaldjes die je bij elastiekjes krijgt. Die gebruik ik eigenlijk bijna niet. Maar als je dingetjes, als je bijvoorbeeld een konijntje of zo aan het maken bent. En dan moet je de oortjes erop doen. Dan kan je die makkelijk gebruiken. Die heb ik echt heel veel. Ik heb ook een paar van die bedeltjes. Ik heb een schildpadje. Een vis met 3 ogen. Een cupcake. Een kroontje. Een vlinder. En een zon met een smiley erop. Ik heb er nog geen één gebruikt, maar dat ga ik nog wel een keer doen. Hier doe ik mijn S-clips en mijn C-clips. En ik heb ook een O-clip, maar die gebruik ik bijna niet. Daar heb ik er ook best wel veel van. Hier doe ik al mijn spulletjes in die ik net gemaakt heb. Als ik even geen plek heb om ze kwijt te... Ja, gewoon om ze ergens neer te leggen of zo. En nou begin ik met de elastiekjes. Ik heb deze met ribbeltjes. Die waren net binnengekomen bij de Top 1 Toys. En die waren net 10 minuten. Die kostte toen €2 voor 300. Nee, voor 200. En die heb ik toen gekocht. En die heb ik ook in blauw.
Ik heb roze elastiekjes, oranje elastiekjes en gele elastiekjes. Die zaten samen in een zakje van 900. En die kosten volgens mij ook 1 euro maar of 2 euro. Dus die heb ik ook gekocht. Dit zijn de vakjes die het grootste zijn. Dus die gebruik ik het meeste. Ik heb paarse, zwart en witte. Wit is al bijna op, dus die moet ik bijkopen. Zwart heb ik nog wel. En paars heb ik ook nog wel veel. Blauw. Deze blauw vind ik heel mooi. Die heb ik een keer gekocht bij de Reedshop. Dit zijn allemaal gekleurde elastiekjes. En dat zijn zachte kleuren. Die vond ik ook heel leuk. Daar heb ik 2 zakjes van gekocht. En deze donkergroene elastiekjes. Die vond ik ook wel mooi. Deze waren ook nieuw. 10 minuten waren die er. Die heb ik samen met deze toen gekocht. En die heb ik met zwart met wit en paars met wit. Deze heb ik ook een keer gekocht. Ik weet niet meer precies wanneer en waar. Maar dit zijn roosachtige elastiekjes met gekleurde glitters. En volgens mij heb ik dan alles gehad. Ik heb thuis nog heel veel dingen liggen van Rainbow Loom. Maar die heb ik niet bij me. Dit is wat er in mijn Loomdoos zit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om ernaar te kijken. En tot de volgende keer. Doei!